Hallo kijkers van de NLN, welkom terug bij Watch Dogs Report 13 en vandaag Aiden Pierce en Julia. If they find him, yeah. Who knows what they'll Julia. Do. Julia! Julia zit naast me en ik doe even mijn slippers uit hoor, dat is heel erg plakkerig. Julia zit naast me en ik weet niet of jullie nog kunnen herinneren, maar we hebben een pittig rare gast ontmoet vorige part. Hij is een beetje ziek in zijn hoofd, een beetje zielig was hij. Hij heeft zijn apparaatje waar hij al zijn energie in heeft gestopt om die brug te besturen. En dan heb ik het over de brug die van dit punt naar dit punt leidt, want dit is waarschijnlijk de nieuwe hideout van Aiden Pierce. Zit hier dus een brug tussen en maar één gast heeft de afstandsbediening. En wij hebben hem een soort van omgepraat omdat hij ziek is. In zijn hoofd. Dus hij heeft een heel rare gedachte. En dan zei hij van, oké, jij mag hem wel hebben. Dus zo is het gegaan. Oké. Dus dat weet jullie niet. Jullie was toen iets anders aan het doen volgens mij. Maar we gaan er allereerst heen rijden. En ik pak deze auto al gewoon, want die staat hier toch klaar. Maar ja, welkom dus terug bij Watch Dogs. De GPS is hier echt geglitcht. Kijk maar, hij zegt je kan hier naar links, maar... Ja. Ik pak de brug. Of de weet het kan, het kan ook wel. Badass. Doe maar gewoon. Wat staat er op het bord? Wat? Honingsdag heeft er scheid aan of zo. Dat las ik. Honingsdag. Ik las das, weet je wel, van een beest. Oh, okay. Honingsdas. Maar ik weet niet waarom die tekst in het Nederlands staan. Want soms zijn ze in het Engels en soms zijn ze in het Nederlands. En voor de rest is de hele game ook Engels. Maar bijvoorbeeld stoplichten, brug, dat is wel weer in het Nederlands, dus ja. Maar ik denk dat die memes, want je hebt memes zoals laatst hadden we I see what you did there. Uh-huh. Maar dat zijn echt van die plaatjes die je ook op Facebook en op weet ik van wat ja, dat zijn memes, terugkomt. Ook. Maar die zijn allemaal in het Engels. Uh-huh. Maar de rest is denk ik niet echt van memes afgeleid. Dat zijn gewoon rare teksten. Gewoon rare teksten en die zijn dan wel in het Nederlands. Ja, ik zit gewoon een beetje gek. Iemand, als iemand weet wat voor functie die fucking verkeersborden hebben. Laat in de comments achter, want het is een beetje random. Nou, wat ik dus ga doen... Ik ga Julia zo goed mogelijk eventjes in het verhaal introduceren. Dit is dus die spot. Hier hebben we een dakloze bijeenkomst. In ieder geval hier chillen al die daklozen. Maar we hebben dus via Clara zijn we op deze locatie gekomen. En dat hele eiland wat je daar ziet liggen... Ja, zit waarschijnlijk vol met potentiële hideout plekken. Dus we gaan daar gewoon heen en tijdens de cutscene zal ik Julia van alles uitleggen. Zullen jullie niet horen, want het is uitgeknipt. Want ik wil niet door de cutscene heen lullen. Zo ben ik niet. Hè? Ik ben geen David. We gaan kijken. The bunker. Claire is putting a lot of faith in this legend. And Tobias was pretty spooked by it. I'm not interested in the myth. And if it helps me get Nikki, then I'll use it. Did you find Tobias? I did. And? We played poker, had a nice talk. What did he say? Clara, it's real. I told you. Don't go in without me. I'm on my way. Don't worry, I still have to restore the power and then we have to find an entrance. I'll see you soon. Cool, Clara is dus nu onderweg terwijl wij de brug hacken en we eindelijk naar het punt toe kunnen. We moeten dat punt dus activeren, het is daar in de verte en de zon is echt heel erg mooi nu. Dat is gewoon mooi. En wat vind jij van die zon, Joe? Ja, prachtig. Ja, prachtig, klaar. Ja, echt adembenemend. Nee, het is gewoon echt heel mooi gemaakt. Laat hem hacken, terwijl we erop staan. Hoppakee! Oh! Alsof je ook gewoon niet een fucking boot had kunnen pakken, hè? Zit ik me nu te bedenken. Ja. Echt, ik zit me nu te bedenken van what the fuck, wat zitten jullie nou problemen te maken? Dat de hele tijd gewoon een boot kunnen pakken naar het eiland toe. Ja, dat is echt een beetje debiel, bedenk ik me nu. Helemaal een fucking man bang maken met zijn machientje om dit te kunnen hacken. Terwijl je gewoon een boot kan pakken naar dit eiland toe. Maar goed, we moeten meerdere punten activeren op dit eiland. En dit staat dus echt al jaren leeg. De enige man die hier komt is die dakloze dude waar ik dus over praat steeds. En nou, zoals jullie ook al weten, het gameplay element zeg maar, van Watch Dogs is meerdere punten moet je activeren. Dat zijn van die soort van routerkastjes. En die leiden naar één groter punt. Dus we gaan maar gewoon, ja, oeledoeledof, kinklaarlijk hof, hè. Gaan we even naar deze toe, hè. Wat staat hier?
Echdenstiel of Ochdenstiel? Echt, denk ik. Gekke stijl in ieder geval. Ik dacht even dat iemand daar zat, maar dat is een vuilniszakken. Hoe je vuilnis terechtkomt, ja, Joost mag het weten. Er komt hier geen hond. Dus dat is ook een motor, auto. Zijn die enemies of zo? Misschien. Nog een motor. Audiolog. Hey, I'm Ray. I am so sorry about your car. How much of it did you have to take apart to find my flash drive? Did you find all 6 decoys? The ball's in your court now. Wat de hel doen motors hier? Die snap ik niet helemaal, hè, jongens. Oké, het is wel heel gek. Ik heb in ieder geval 5 audiologs van Aiden Pierce gevonden. Zijn dat ze allemaal? Ik denk het wel, hè? 5 van de 5. Ja, nou cool. Ik had ook een vaardigheid vrijgespeeld, zag ik. Laat ik even heel goed kijken. Hoe ga ik daar komen? Misschien deze trap die... Nee, dat gaat niet werken. Staat er niet iets onder wat omhoog kan? Ook niet in zo'n lift bedoel jij? Ja. Nee, thanks voor het meedenken, maar helaas. We moeten echt even goed kijken. Ik denk namelijk dat dat de manier is. Maar hoe de fuck ga ik daar komen? Wat een noob. Is het weer een noob ook? Nee, we moeten een sprong wagen en zijn been breken. Dat is handig, wil je zeggen. Zo'n verre sprong was het niet. Ik denk dat hij dit beter had kunnen doen. Oké. Ja, dit is nou best kut. Als ik hier niet doorheen zou kunnen, dan voel ik me echt fucked. Oh, ik zie dat ik daar iets kan hacken. Camera's leiden naar die camera en dan krijg ik overzicht op dit openmaken. Nou, is deze open? Dat is fijn. En nou is dit kapot. Kijk! En hier was ook gewoon een lift. Motherfucker. Maar ik had daar nooit achter kunnen komen, want het is allemaal hekken. Ja. One down, two to go. Vet. Nou, ze is deze generator in ieder geval aan om. I just heard the generator kick on. Gonna need more juice than this. You look for an entrance. How would Bloom hide a place like this? I hope there's a secret elevator. You pull a switch and the floor drops into a hidden base deep underground. Underwater? We're on an island. Wishful thinking. Up then. One of the buildings. I'll keep looking. Zij heeft best wel humor. Het is echt een beetje een rare chick. En af en toe hoor je ook gewoon dat Aiden Pierce erom moet lachen. Maar dan probeert hij zo serieus mogelijk te blijven, zeg maar. Dat was een gekke klemtoon. Serieus mogelijk te blijven. Beetje boos gewoon. Nou, we gaan dus gewoon verder. Het is een heel raar eiland. Het is ook echt. Het is al jaren niemand geweest. Het is ook heel apart. Het is gewoon opeens van een of andere dag verlaten. Alsof het een faillissement van een bedrijf was ofzo. Daar heb ik helemaal niks aan. Waarom deed ik een containerlift? Ik heb een camera nodig. Die is daar. En die had je zonder de containerlift niet gezien. Oh, dus het klopt inderdaad wel. Maar nou heb ik weer een camera nodig en dan kan ik er doorheen kijken. Kijk. Gewoon allemaal techniekjes zitten erachter. Hoor. Ja, dit is echt de eerste keer dat je echt goed meekijkt, hè? Ja. En allemaal dingen ziet, want het is echt heel vaak dit soort vette shit. One more. Wat ik zo vet vind, ik had het er ook met een andere jongen over, die dezelfde game heeft. Maar wacht, laten we eerst even luisteren. Once we're in, can you get us online? In my circle, this is the fine of the century. If I fuck it up, you can take away my hacker card.
Do you actually have a hacker card? Get us inside. Maybe I'll show it to you someday. I'm working on it. Nou goed, ik had het dus met een andere jongen over die deze game ook heeft. En wat we zo vet vinden is dat Ubisoft allerlei verschillende games uitbrengt. Ze brengen Far Cry uit en ze brengen Assassin's Creed uit. En dat zijn de meest bekendste en overhypede games die ze uitbrengen. En dan opeens komen ze met een volledig nieuwe IP, Watch Dogs. En dan zie je gewoon dat ze alle gameplay elementen pakken. Met een soort van torens die je moet omzetten om dan weer signaal te krijgen over een nieuw gebied. Dat zijn gewoon de zendmasten van Far Cry 3. Zo kan je het zien. Dus ze zetten eigenlijk gewoon gameplay om die ze al hadden in een nieuwe setting. En dat is wel echt heel vet. Tja, nou is het twijfelen. Waar zou ik heen moeten? Ik denk niet dat deze man sprongetjes kan maken. Hij is niet een assassin in ieder geval. Hij kan fucking baas freerunnen, maar nee hoor. Van containertje naar containertje, dat wordt even te veel. Oh, dat gaat hem niet worden, hè? Nee, dat gaat hem niet worden. Maar waarom niet? Dat is de vraag, hoor. Even kijken, wat moet ik nou hacken? Ben ik nou in ieder geval dichtbij, of niet? Nee, daar moet ik heen zien te komen. Oh, ik zie het echt niet. Ligt het nou aan mij of? Doe even die camera naar boven nog dan. Openmaken. Af en toe zie ik gewoon camera's over het hoofd. En dan heb ik zo'n goed oplettend oog als Julia wel handig om daarbij te hebben, hè? Ja. Ja, en een... Ik ben scherp. Zij is scherp. Heel scherp. Ja. Klein scherp. Oh ja. Even kijken, wat heeft dit voor zin? Als je gewoon hier een lift hebt. Onnozel trappetje daar. Nou, dan hebben we dus de derde. Even kijken, zijn we een kwartiertje bezig. Ik denk dat het iets sneller en soepeler gaat voor jullie. Dat er dan een beetje in is geknipt. Omdat we daar net stil hebben gestonden. Dat we daar net stil stonden achter dat gebouw. Doe maar open, man. Verrennen zo. Poef. Wat is dat? Elektronische onderdelen. Waar is dat voor? Daar kun je shit mee maken. Do it. Wat voor shit? Ga de bunker in, cool. Daar kan je explosieven mee maken en allemaal andere dingen. Wacht, laten we weer luisteren. I just heard the system come back online. Wait for me. Why? It's perfectly safe. Nobody's been inside for years. Because I want to see your face when the door opens. Oeh, dead laugh. Waar ga je nou heen? Terug. Naar beneden. Op een soepele manier. Oh, oké. Kan hij wel. Hij is Aiden Pierce. Hij kan die shit. Oké, jongens. Vanaf dit moment gaan we ons mondje houden. Wil jij nog wat zeggen voordat we naar binnen gaan? Nee. We moeten het wel verlaten, want we zijn op een andere verdieping. Let maar op. Dat denk ik wel, ja. Holy shit. Hij belt haar net op om te zeggen dat hij wil dat zij erbij is. En vervolgens gaan we zelf naar binnen. What the fuck? Dit is gewoon een volledig ingerichte plek eigenlijk. Die... met spoed is verlaten. Je ziet het overal doeken overheen. Dus het is gewoon ooit een hideout geweest van een hackergroep. Daar heeft die Clara ons ook over verteld. Deze plek heeft een verleden, dat sowieso. Ik ben wel heel benieuwd hoor. Home sweet home. Hmm.
rechtstreeks verbonden met Bunker. I was right. DedSec would make good use of this. Clara, we need to make a deal here. No one can know about this. At least until after I'm done with it. Of course. Ik zag hier iets liggen, dat pakken we op voordat we naar Haag gaan en verder gaan. Weer een stoorzender. Help me hem online te krijgen, oké. Okay. Zij is hier aan het chillen en zij gaat natuurlijk meteen te werk. Ik bedoel, deze chick is echt een en al hack shit. Dus laten we hierheen gaan en kijken wat we aantreffen. Fingers crossed. It's dark in here. Can you get the lights? Carlis. Looks like Bloom took most of the hardware, but the connections are the important part. Voila. Can we be traced from here? This is a secure site. By design, it's untraceable, unhackable. Yet here we are about to hack it. I need to know where this IP address comes from. Let me see. What's special about it? It's just a lead, that's all. How did Damien find this? This is pretty well hidden. Doesn't leave any doors open. It looks like it's coming from the Rossi Freeman district. Viceroy territory. There. Surveillance. Can you use those to get a peek inside? Can you connect from here? No. They're completely off the grid. This is bizarre. Well, if I can't connect from here, I'm gonna connect at the source. I'll have you up and running before you're back. Okay, Eden Pierce gaat op onderzoek uit. Terwijl deze cutscene zich afspeelde... Waarschijnlijk gaat hij nu weer wat zeggen, hoor. Maar terwijl deze cutscene zich afspeelde... Hadden Julia en ik opeens echt een fucking helder ingeving. Tenminste, Julia. En ik dacht echt, holy shit, ja. Ik zei steeds, wat lijkt zij veel op een character uit Far Cry? En toen zegt Julia meteen, die ene... Toen dacht ik, oh ja, die chick van Vaas. Want ik vond het eerst op Vaas lijken. Maar gewoon Citra. Die chick van Dennis, die chick van iedereen eigenlijk. De zus van Vaas was het. Echt gestoord. Ze lijkt echt heel veel op Citra. Daarnaast begint haar naam ook met een C. Nou, daar moest ik steeds aan denken aan die naam. Ik kon niet op de naam komen, omdat ik dacht dat het Clara was, omdat ik die naam net gezien had. Gelezen had. Het is inderdaad ook wel heel apart, hoor. Clara into this. Hier gaat niemand ons ooit vinden, gewoon. Trust is dangerous. But without her, I'd be nowhere. Citra, Clara. She's the closest I have to a friend right now. Het is ook dezelfde paar letters. Ja, daarom, het is echt heel apart. Het heeft ook echt verdacht veel overeenkomsten en zo. Ja. Daarnaast, als je er recht in de gezicht aankijkt, is het bijna gewoon een blanke Citra. Maar dan, ja, punkachtig, een soort van gothic chickie. We need to get CTOS network access. Is het autorijden ook anders als het regent? Ja, best wel. Ik zit toevallig net aan te denken. Ik doe even dit hoor. Zo eroverheen. Oké, hier is politie. Mijn GPS is een signaal die is er gewoon naartoe geleid. Dus vanaf nu gaan jullie Julia zien rijden. Succes! Okay. Maar waar was politie dan? Ja, dat zag ik op het minimapje, maar dat valt allemaal reuze mee. Hij is meteen weg. En hij zoekt jou ook niet hoor, zo wordt gewoon politie aangegeven. Ja, dus gewoon patrouilleren om de politie. Het is ook niet dat Julia nu voor het eerst oud rijdt hoor. We hebben al
samen had gedaan en ze heeft zelf ook zitten rijden. Ze deed wat sidequests, zeg maar. Van die misdaadopsporingen, al dat soort dingen. Ik heb geoefend gisteren. Oh jee, oh jee, oh jee. Je kan ook gewoon afremmen hoor, in plaats van de kaart op af te rijden en dan te schreeuwen, oh jee. Remmen is voor noobs. Nou mag je wel remmen. Oh, te vroeg! Oké, zodra je er bijna bent, kun je hem weer overgeven aan mij, want straks beland je in iets of zo waar je liever niet in belandt. Oh, 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 oh. Oeh, wat gebeurt daar nou nu? Hekken vallen om. Je bent een beetje grof van het rijden nou. Oké, je bent er nu bijna. Ja. Ja, zie je, zijn ook meteen rode dingen en zo. Dus ik weet niet wat er aan het handje is. Maar ik ga hier wel gewoon heen en we zullen het zien. Kijk hem even dronken zijn dan. Oh, what the fuck, er zijn ook gewoon enemies daar. Ik heb het meteen verneukt. Wat ik ga doen. En ik ga hopen dat het lukt. Oh shit, er worden meteen grenades gegooid. No help coming for you. Kijk, hij heeft een cameraatje. Kijk hem losgaan dan. Oké, laten we kijken of ik een explosief kan maken. Ik kan gelukkig een explosief maken en dan gooi je meteen naar zijn voetjes. Vindt hij niet leuk? Oeh. En naar de auto heen. Kan je hier niet doorheen schieten? Ik heb toegangscode, ik kan er inderdaad doorheen schieten. Got it! Vijanden achtervolgen me, holy shit. Ik moet wegwezen hier, ik sluit de poort achter me. Oh, wegwezen. Dit is echt vet. Dat is echt vet. Oké, ik weet niet wie hier nog allemaal zijn. Hebben we zo'n stukje niet in de trailer gezien, toch? Ja, klopt. Kijk, hij gooit net een granaat, die faggot. Boom! Het zijn zulke pijnlijke headshots en zo. Ja, het is echt naar hoor. Dan klim ik even hierop, zodat ik een overzichtje heb over deze gasten. Ik zie namelijk dat ze me van alle kanten proberen te pakken. Waar? Ze zijn daar niet meer. Ja, maar kijk maar, op het minimapje. Ja, maar alleen daar is er nog één. Ik laat die wel gewoon ontploffen, fuck dit. Check carefully and stay alert. He has to be close. Look around. Let's find him. Kan je hem laten ontploffen? Ja, hij heeft een granaat op zak die ik dan hack. Oké. Okay. Zodat zijn explosief die hij op zak heeft afgaat. Super vet zit dat op zich in elkaar, maar ik wilde nu stealth zijn, vandaar dat ik het niet deed. Maar ik ga hier gewoon eventjes zo stealth zeg maar zitten, terwijl ik er tot doordring. Dus nou ga ik waarschijnlijk het systeem in, inderdaad. Nou, dan gaan we dan. Dit heb je waarschijnlijk ook nog nooit gezien. Jawel. Dit is pittig lastig, echt. Ik heb het wel gezien. Even kijken. Dit geeft zo toegang. Dat is nice, maar... Wacht even. Oké, dan kan ik deze openen. Dan doe ik die zo. En dan zo. Dan kan ik die openen. Dan doe ik die zo. En die zo. En dan... En dan die zo, en dan zitten we erin. En dan kan ik het systeem in. En dit hebben jullie ook nog nooit gezien. Deze shit is zo raar.
Je zit dus nu intern, zeg maar, in het systeem. En je ziet dus nu... er staat ook kwetsbaarheid waargenomen van videobeelden. Nu kom je er dus achter dat de CTOS, het is de regering van deze game, mensen bespied. Dus als je dit gaat hacken, dan kom je in woonkamers en in laptops en krijg je de raarste filmpjes ever. Dus laten we kijken. Alright, here we go. You got this, guys. Are you serious? $10 million a year and you can't catch a fucking ball? Kill yourselves, you pieces of shit. Nou, je ziet dus, deze gast mega onschuldig kijkt een potje voetbal met eten en een biertje. Nou, dat is dus gewoon een oké beeld. Dan hacken we dit. Recording your every waking moment. The public has no idea. Zie je? Hij geeft er steeds een tekstje bij nadat je zo'n filmpje hebt gezien. Het is echt ongelooflijk als je beseft wat ze allemaal doen. Als ze dit bij jou zouden doen trouwens, zou dat wel steeds belachelijk zijn. Jij loopt gewoon tegen niemand te lullen eigenlijk. Tja. Want ik zit, kijk maar. Je kunt me altijd zien. Ik heb geen stickertje op mijn webcam. Nee. Maar hier, deze chick zit gewoon in een hotelkamer. Health risk. Een fucking sigaretje. En die dude die ligt te slapen op de achtergrond. Dus ze scannen gewoon alles. Dit zijn denk ik de meest milde filmpjes die ik tot nu toe heb gezien. Want meestal gebeurt er vet rare shit. En dan hebben we hier nog eentje. Wat? Helemaal vol met wiet. Holy shit. Een plantage gevonden. Thank you. Dat is dan wel goed. Ja, dat is ook goed. Maar het is natuurlijk wel inbraak op de privacy, hè, jongen? Oké, die kan ik ook nog hacken. Je moet even goed rondkijken, want... In al deze systemen kan je shit hacken. De enige die ik nu nog zie is deze. Dat is de laatste. Meestal zitten er een stuk of 3-4 filmpjes bij elke interne inbraak, zeg maar. Ze kwam erachter dat het werd gefilmd. Ze kwam erachter dat hij het aan het opnemen was. Nou, en de regering kijkt ook mee. Plus Aiden Pierce. Thanks voor de gratis porno. Oké. Cool. Toegang tot district vrijgespeeld. Dit is dus het stukje Far Cry element wat ik duidelijk wilde maken in het begin van de video. Ja. Yeah. Wil jij een dropje, Moppie? Nee. Ik denk ook dat we hier de part gaan eindigen. Even kijken. Aiden Pierce heeft heel veel moeite met het opruimen van zijn wapen. Die druk al 65 keer op L1. Oh, badass. Oh, kijk hem jump op zijn boots. Ik ga alleen nog even deze hotspot checken en dan eindig ik de part. Dus wil jij nog wat zeggen voordat we de part eindigen? Transport 13, jongens. Ongeluksgetalletje. Ik bedacht me net... Dat je op dat hoekje stond, zeg maar. Toen bedacht ik me dat ik gisteren dat spelletje heb gedaan. Mm-hmm. Van het balletje. Oh ja? En dat ik in het begin steeds verloor, maar daarna echt door had. En dat ik daarna dat mannetje helemaal blut had gemaakt. Ja, klopt. Zij ging even balletje spelen. En we hebben echt iets van $10,000 verdiend. Ja. Aan fucking als balletje. Meer is gewoon. Aan balletje spelen. Die gast, dit was een dakloze. Die was echt niet blij met ons als... Oké. We hadden hem ontmaskerd. Ja, ja. Dan zie ik nog één logo waar ik benieuwd naar ben. Je ziet dat ik 19 van de 100 hotspots heb. Dus die shit ga ik echt heel veel in vrije tijd doen. En dan kan ik misschien gaan opnemen net voordat ik de 100 heb bereikt. Zodat jullie de trofee zien. Al dat soort dingen. Zou op zich nog kunnen. Kan mogelijk zijn. Wat hebben we hier? Oh ja, hier is zo'n explosief winkel, zeg maar. Hier kan je voorwerpen kopen om
ja, explosieven te maken, hacksystemen te maken, al dat soort dingen. Hey! Motherfucker! Ja! Hoorde dat nog? Nou, die hebben we in ieder geval gedaan. En jullie zien dat mijn reputatie echt fucking hoog is. Zeker nog, het helpt me tegenwoordig zelfs in de storyline. Af en toe kom je op de radio. En dan wordt er gepraat over Aiden Pierce. Dat de politie Aiden Pierce zoekt. En dat je dan gewoon eigenlijk door de burgers wordt gezien als held. Omdat je zoveel mensen helpt. Nou, 20 van de 100 hotspots. Ik denk dat het een mooi punt is om de part te eindigen. Laat sowieso die like achter. Laat de like achter voor Watch Dogs. Voor Julia. Voor de moeite. Voor alles. Laat gewoon die like achter. Want ik denk toch dat wel minimaal 100 likes toch wel makkelijk mogelijk is met 7000 subs. Ja, je zou toch verwachten Jezus, dat het wel meer zou zijn. Je verwacht er meer inderdaad. Maar in ieder geval, thanks. En tot de volgende keer. Dag!